3, 2, 1. Yes, we zijn er. Goedemiddag. Het is 2 uur. Het is eigenlijk al late namiddag. We zijn vandaag 18 april. We naderen, hebben we al gezegd, het einde van de maand. We hebben gisteren zeer snel overlopen. We gaan vandaag opnieuw de Bitcoin-daganalyse doen. Als we kijken naar de volatiliteitsmeting, zagen we gisteren een close onder de gemiddelde, de witte lijn, zeg maar. Wat dan een indicatie is dat het momentum, niet het momentum, maar de volatiliteit kan beginnen afnemen. En zeker als we kijken naar de voorgaande iteraties, dan gaan we zien dat wij even de. Wat staat er hier mee naartoe? Waar is het? Ah, hier staat er naartoe. Yes, oké. Okay. Goed. En dus we zien hier op de volatiliteitsmeting, en die er nu bij nemen, zien we dus dat we een cross hebben gekregen gisteren. En dus die is. Dus normaal gezien, nee, die is niet normaal, die is inderdaad ook effectief geldig. Hier hadden we ook zo'n cross. Er zit hier nog een kleintje tussen. En dan hebben we nog een paar voorafgaande crosses, zeg maar. En we gaan die wat markeren, gewoon om te zien wat hebben we in het verleden gedaan. Ik ga er meteen de verticale lijnen gaan naar boven plaatsen. Ik neem er hier nu een paar, niet willekeurig, maar de meest voor de hand liggende, zeg maar. Ik ga ze niet allemaal gaan markeren, maar we gaan wel op die manier een goed beeld kunnen krijgen van wat is dan het gevolg geweest bij die crosses. Wel, als we kijken bij die crosses, de voorafgaande, zagen we een cross, dus volatiliteit kon beginnen afnemen. Dan zie je inderdaad ook een heel kleine fase van ranging, een dag of 4, 5, dan nog een kleine push-up, maar dan opnieuw die ranging gaf hier. In dit geval was eigenlijk de aanloop naar een lagere volatiliteit. Met andere woorden, klaarzetten voor een nieuwe volatiele move. Dan de volgende was op 24 november. Ook hier zagen we eigenlijk, gevolgd door ranging, best wel, er zat op zich wel een mooie swings tussen. Maar in het algemeen, ranging ook hier voorafgaand, deze cross op 1 april, zag ook hier een ranging fase. Ook hier zien we een klein ranging fase, is niet zo duidelijk hier, maar je merkt wel dat we dan een reset doen en terug de volatiliteit oppikken. Dan 16 september is nog een goed voorbeeld opnieuw, start van ranging fase, een best wel langdurige ranging fase. Dan de voorlaatste cross kregen we zelfs eigenlijk hier tussen ook nog eentje, ik ga die ook markeren, hier zo. Dus maar de voorafgaande, de voorlaatste, ook hier zie je eerst een kleine ranging fase gebeuren. En ook hier bij maart zagen we een kleine pushdown, maar opnieuw wel ranging. En dan krijgen we een verdere move. Hier kan aangegeven worden, als wij vandaag op huidige prijsniveaus blijven, althans, en dat we opnieuw meer voorleunen of voorkeur geven aan ranging. Dus hou het in de gaten. Hadden we gisteren ook gezien, ranging is meer en meer logisch aan het worden, zeg maar. Behalve, hè, wat men gisteren ook zegt, we zijn nog niet 100% zeker, de tekenen zijn aan de wand, maar ze zijn nog niet definitief. Tegen het einde van de week, excuseer, zal een pak duidelijker zijn. Met andere woorden, als wij vandaag op huidige niveaus sluiten, dan is de kans zeer groot dat we morgen opnieuw op huidige niveaus gaan traden. Maar, en dit is de duidelijke maar, elke sluiting boven start van downtrend hier lokaal, gaan we hier zien deze start van downtrend. Ik wil hem even markeren voor ons. Die zal zich bevinden op en rond, even zien, op en rond 30.480. Elke sluiting daarboven is opnieuw breken van weerstand en zal trending geven of continuation ten opzichte van de huidige move. Met andere woorden, en de targets dan, en die zijn een pak hoger hoor, jongens, 39,5 en 40k worden opnieuw volop in het vizier genomen. Aan de andere kant blijven we hier doorgaan. Misschien zelfs een rejection kan het heel goed zijn dat we met tijd een lokale correctie krijgen. En dan kijk ik eigenlijk in deze zones onderaan deze week. Regionen 26.500 en dan is het maar habbekratsen meer om eventueel een bullish swing veel verder neer te zetten in die regionen. Dat we al heel lang naar kijken, opnieuw 25,5 tot en met zelfs 23,5 aan de onderkant van deze week. Dus vandaag wordt voor mij, en dat is eigenlijk een beetje de eindconclusie van de algemene daganalyse, super snel gedaan. Is vandaag moeten we
doorzetten, moeten we doortrekken als wij continuation willen zien ten opzichte van de huidige move. Anders zal het hoogstwaarschijnlijk ranging worden met een bijhorende pullback. Dus vandaag een zeer belangrijke dag voor crypto in het algemeen. Je ziet ook, als we kijken naar de algemene prijsactie, waar bevinden wij ons? We zitten in deze node hier. Als die doortrekken onderlijn en bovenlijn, dan zie je, kunnen we nog een push krijgen, maar hoogstwaarschijnlijk gaan we hier toch gevangen in de graag. Althans, dat is een van de meest logische gevolgen. Wat dat niet wil zeggen, als we stevig zouden closen, vooral boven deze zone heen, ja, dan gaan we zeer snel bijna haast in één trok, zeg maar, gaan we die 40k-regionen gaan opzoeken. Dus vandaag willen we continuation zien in prijsactie, bullish prijsactie, en eigenlijk niks minder om met een zeer comfortabel gevoel te zijn. We gaan hoger en zelfs niet bescheiden, een heel pak hoger. Goed, tekeningen, patronen, dat weten we ondertussen al, neerwaarts kanaal, mekt ook op die 40k. Momentummeter, gisteren zaten wij met een momentum die niet zo positief was. En kijk, we hebben eigenlijk ook best wel negatief afgesloten. Close onder de onderkant momentummeterband. Dit is, hoe ik het nu zie, puur en alleen gezien vanuit een momentummeterband perspectief, is dit eigenlijk niets anders dan een bearish retest om dan vervolgens terug naar beneden toe te gaan treden. Dus ook hier weer dezelfde claim, zeg maar. Willen wij nog het bullish momentum verder opbouwen, sterker maken, om te kunnen doortrekken naar die hogere regio, dan moet het eigenlijk vandaag al gebeuren. Met de close, nagenoeg hetzelfde bovenstart van downtrend, boven 30.400 en een klets was. Laat ons afronden. Vandaag moeten we besluiten boven 30.500. Wat dat betekent, dat we ook een bullish engulfing zouden neerprinten. En die zie je nu nog momenteel niet. Die zit volop in een bearish engulfing, maar kunnen we op die manier sluiten en erdoor breken, dan gaat dit een zeer, zeer sterke, solide steun worden. VPVR, wat geeft die aan momenteel met alle prijsacties inbegrepen, toch hier op het laatste stuk? Dan zie je ook hier boven die dikke volume node aan het treden zijn. Kunnen we daar ook boven close? Ja, dan heb je een zeer grote gap. Er zit nog eentje tussen, rond 31,5, maar ik kijk dan vooral richting 36 en dan begint het, 37,600 met uitlopers momenteel tot en met 42, zelfs 44 is haalbaar. Voorwaarde dus dat we vandaag sterk blijven, dat we doorbouwen, doorpumpen, en dan gaan we zien dat we de komende dagen zeer snel toch, verrassend denk ik, veel hoger kunnen gaan trainen. Ik had wel in de target zeker vast al liggen hier, al heel lang zelfs. Ik denk dat we vanuit deze regio dit target al hadden gemeten, als ook dit target, die is trouwens al gehit geweest. Ik had gedacht, of ik denk dat we hier wat kunnen hoeveren, maar mochten we vandaag boven kunnen closen, ja, dan gaan we heel snel die steviger naar boven toe gaan en vinden op de grafieken. Dus het wordt best wel een zeer interessante dag opnieuw. VPVR kunnen we wegnemen, dan kijken we nog naar de trading ranges. Ook hier hetzelfde, close boven, wat is dat hier? Close boven 30.184. Boven het equilibre van de trading range zal ons brengen om te beginnen 33.450 en dan die langverwachte 37.775. En misschien gaan we nog regionen 42 over tijd. Maar eerst laten we beginnen bij het begin. 30.184. Elke close daarboven is opnieuw zeer, zeer bullish en brengt ons in zeer korte tijd naar 33.400. Aan de andere kant, de bullish side. Mochten we vandaag nog een bearish side, tenminste, mochten we vandaag een rejection krijgen of afwijzing van de prijsactie, met andere woorden, we treden op huidige niveaus, maar sluiten er heel ver onder, misschien zelfs negatief, nou, dan gaat Bitcoin zeer hoogstwaarschijnlijk, voor mij althans, dit gaan opzoeken, 25.406 is voor mij dan het meest logische target. Nogmaals, als we vandaag hier een rejection zouden krijgen, ik ga die proberen te tekenen voor ons, een rejection krijgen onder het equilibrium, ja, dan denk ik dat Bitcoin zeer snel onderuit kan gaan zakken en dan zie ik hem eindelijk in kort afzienbare tijd deze regionen gaan aantikken om dan terug die continuation naar boven te gaan doen. Vandaag, dat is de algemene conclusie, vandaag moeten we vasthouden op huidige niveaus en liefst nog iets hoger gaan afsluiten. Als dat nog hoger is, is het natuurlijk beter. Dit hebben we nodig. Niet afgeven. Kan dit gebeuren, dan
33.450 en eventueel per gevolg 37.775. Doen we dit niet, krijgen we rejection vandaag. Nou, dan kijk ik meteen al eigenlijk zelfs al 25.500 ish. Dankjewel voor jullie tijd en aandacht. Like deze video, dan zal het al vragen van Return. En dan horen wij en zien wij elkaar de komende dagen terug. Tot de volgende. Bye bye.